Binnenkort beslist de Tweede Kamer over de toekomst van de publieke omroep. En als het voorstel doorgaat, dan verliest u inspraak als omroeplid. En zo wordt u een recht ontnomen. Nu bepalen de omroepen, met inspraak van de omroepleden, wat er op televisie komt. Straks bepaalt Den Haag wat er wordt uitgezonden. En dus krijgen we in feite een staatsomroep. Bovendien gaat ieder omroeplid 25 gulden betalen. Dus u betaalt meer, maar u verliest inspraak. Hoe denkt Nederland eigenlijk over een staatsomroep? Ja, daar moeten ze niet mee bemoeien. Ik moet er zelf nog kunnen bepalen wat ik graag zie op de televisie. Alles wat die grote koppen zeggen, dat komt er dan. Laat ze het houden hoe het is. Want dan heb ik zelf helemaal geen invloed meer wat ik op televisie kan zien. Ik vind eigenlijk dat het voor het publiek is, dat het publiek inbreng moet blijven kunnen houden. Ik heb er zelfs geld voor over om die verschillende zuilen te houden. Ja, ik zou graag willen kiezen. Identiteit. En dat is dan denk ik weg. Ik vind gewoon dat iedereen gewoon evenveel inspraak moet hebben. Dan heb je helemaal geen verschil meer. Want iedere omroep heeft nou toch iets eigens en dat is dan straks is dat weg. De publieke omroep kan niet gemist worden. Een staatsomroep, dat nooit. Ja. Hoofd op de schouder. Ja. Hoofd achteren. Ja. Jee! Wat is dat nog weer? Verrassend Nederland! Verrassend Nederland! Bij de trots! Shit! Cheryl en Annie zijn twee verschillende vrouwen die één ding gemeen hebben. Hun kind is ontvoerd door hun man. He is their father, right? Look, my kids are gone. My ex-husband kidnapped them. Now you better do something about it and you better do it now. Hi Annie, my name's Cheryl Harrison. Yeah. See, my children are missing also, and I thought that I would just call you and introduce myself and network. Ze besluiten hun krachten te bundelen en koste wat het kost hun kinderen te vinden. I just saw a story about a guy who kidnapped his kids. I work with that guy. By the time we got here, he was gone. I just can't face that I might not see them again. I can't. Hoe dat afloopt, ziet u morgen in Trail of Tears bij de Tros op TV2. De grootste familie van Nederland. Het zijn bijzondere ontmoetingen en unieke verhalen. De Tros TV-show op reis. Vanavond met Kim Wilde, Jeanne Moreau en Anthony Robbins. Het kleine treinstation van Hadley wordt met sluiting bedreigd. En dat is natuurlijk afschuwelijk. Maar dat valt allemaal in het niet bij de dramatische ontsnapping van de kerstkalkoen. Vanavond om 22:55 Engelse humor in Oh, Mr. Beeching. Een klopjacht naar drie ontsnapte gevangenen. De spannende politieserie Backup.